Tuinheld Tom is vorige week begonnen in Volendam in de tuin van Ivar en Margret. Zij wilden namelijk graag een tuin die kindvriendelijk is, maar ook een tuin die goed past bij de landelijke omgeving. En ze hadden nog een wens. Een klein beetje meer privacy, zodat we hier lekker in de tuin ons eigen dingetje kunnen doen. De waterkant is aangepakt en Tom heeft er een lamellenwand geplaatst die doorloopt door de hele tuin en over de schuur. Zo is er een beschut gedeelte aan het huis en aan het water is een loungeplek ontstaan met uitzicht op het weiland. Langs de muur ga ik een klassiekertje planten, want de Fagus sylvatica, oftewel de gewone beuk, wordt al sinds de 18e eeuw gebruikt als haag. Deze beukenhaag heb je het hele jaar plezier, want in het najaar krijgt hij herfstkleur, dat is dit bruine blad. En het valt er niet af, want het blijft eraan zitten tot hij in het voorjaar opnieuw begint uit te lopen. Dat kan je hier zien. Dan pas valt het er rustig af en dan groeit hij uit tot een groene volle haag. Deze beukenhaag is een inheemse soort en doet het dus perfect in het Nederlandse klimaat. Ik ga nu een verlaagd gazon maken en dat betekent dat dit gedeelte lager komt te liggen dan de rest. Ik sluit op met betonnen bielsen, die komen langs het draad. En eromheen maak ik dus een perk wat ik helemaal vol zet met bloemen en planten. Omdat de bielsen van beton zijn, zijn ze ook echt zwaar, zo'n 65 kilo. Dus ze waaien ook niet zomaar de tuin uit. Een aantal bielsen past er niet in zijn geheel in, dus die kort ik af met de bandenzaag. Ik ga nu de borers aanplanten en daar ga ik siergrassen combineren met vaste planten. En zo zorgt Tom ervoor dat er bijna het hele jaar door wel iets in bloei staat. Deze schoenlappersplant bijvoorbeeld, die bloeit als eerste in april al. Dit is de Acalai, oftewel de Acalegia vulgaris Black Barlow. En ook al zegt zijn naam dat hij zwart zal bloeien, bloeit hij met donkerpaarse bloemen. Yes, it's true. In mei en juni zorgt deze Acalai voor kleur. Dit anijssmakende plantje zal je eerder op je bord verwachten dan in de tuin. Maar hij is juist heel decoratief, want hij bloeit wat later in de zomer met allemaal gele bloemetjes. Dit is venkel. En venkel bloeit groen-geel in de maanden juli en augustus. Welkom terug. In Volendam is Tom nog steeds druk met een stukje groenvoorziening. Dit is de Dicentra, beter bekend als het gebroken hartje. Nou, dat is natuurlijk iets wat ik Ivor en Margret helemaal niet toewens. Je kunt goed zien waar hij zijn naam aan te danken heeft. Hij wordt zo'n 60 centimeter hoog. En eind mei, als je dan de uitgebloeide bloemetjes eruit snoeit, stimuleert het een nieuwe bloei. Dit gebroken of tranend hartje is met zijn roze bloemen een vrolijke noot in de border en bloeit in april en mei. Deze pioenroos plant ik in het verlengde van dit pad, want dit wordt de blikvanger van de tuin. Hij geeft echt heel veel prachtige bloemen en dit eerste knopje zie je nu al komen. Het leuke is dat je hem ook als snijbloem kan gebruiken, dus je kunt de takken afknippen en binnen in de vaas zetten. Deze bijzondere tuin wil je natuurlijk ook in de avonden kunnen genieten. Dus ik ga aan de slag met verlichting. En om deze lounge ook goed uit te lichten, gebruik ik deze strakke wandarmaturen. De buitenverlichting die Tom plaatst werkt op 12 volt, is energiezuinig en duurzaam. Hier bij de trap heb ik net een kleine variant gebruikt. Kijk, het verschil kan je zien. Zo worden de treden ook mooi uitgelicht. Om de looproute te benadrukken heb ik hier ook nog twee lampen opgehangen. Deze opbouwspots zijn niet fel aan je ogen door de speciale lens van het lampje. Alle informatie over tuinverlichting kun je nog eens nalezen op onze site eigenhuisentuin.nl. En dat laatste om dit deel af te maken en dat is gras. Voor een goede start van het gras is het fijn als de grondtemperatuur wat warmer is. En dat zit hier vandaag wel goed. Dan voor de laatste keer terug naar Volendam. Daar is grillmaster Reitse ook aangekomen. Hey, grote vriend, geen Volendams visie vandaag? Niet eens, nee. Maar wel een chasselie. Ja, ik zie het al. Een lekker, hele man. Mooie, een hele mooie. Dit is een rotisserie set. Ja. Kijk, en die bouw je op je barbecue. Ja. Deze is zwart. Je hebt hem ook in andere kleuren. Je kan echt uitzoeken. Ja. En deze spies gaat hierin. Kijk, er zit een motortje. Losse element erop, spies erin. Ja. Die erop. Hey, belangrijk. Dit is gaaf, jongens. Mooi, hè? Ja? Hij moet wel dicht. Okay. De temperatuur moet mooi circuleren in die barbecue. Oh, dit gaat een feestje worden. Tom heeft nog een haspel om de tuin goed bij te houden. En er is een krijtbord opgehangen voor James. We gaan er ook voor zorgen dat Ivor en Margret heerlijk kunnen loungen. En dit keer met een vierdelige set. Tafel, stoel en bank. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oh, Ivo. Kijk, Tom. Oh,
Jezus. Wow. Dat is... Wauw, jongens. Dat is echt schitterend. Wat is hier gebeurd, zeg? Niet te herkennen. Dit is echt dat je heel even denkt, is het nou de onze tuin? Ja, ja, precies, ja. Precies dat. Wauw, zeg. Nou. Dit is de oplossing. Toch het uitzicht. Nou. Wauw. We hebben eigenlijk een hele strakke tuin gecreëerd, maar toch heel sfeervol. Ja, zeker. Absoluut. Dat is vooral door het hout natuurlijk wat je over terug ziet komen. Prachtig, ja. Nou, echt schitterend. Toch open. Het is, ja. We hebben beschutting, maar het is toch open. Ja, je wilt natuurlijk heel graag het uitzicht behouden. Ja. Ja. Supermooi. Maar wel meer privacy, dus ja, het is echt prachtig bedacht. Wat echt supermooi is aan de tuin, is als je vanuit het huis de tuin in loopt. Dat is echt ontzettend mooi. Heel sfeervol, heel gezellig en romantisch. En we hebben eigenlijk deze ruimte verbonden met de ruimte hierachter, want er zit hier nog een ruimte. Jezus, nou, jongens, wat een luxe. Wat mooi. Oh, het lijkt wel top, een zo'n vakantie. Vakantiegevoel krijg je, ja, hè? Ik heb echt vakantiegevoel. Ja. En ik heb rijst meegenomen, die ik nog heel wat lekkers gemaakt. Oké. Okay. Dus dat is helemaal nou, fantastisch. Ja. Een lekker barbecue met het weer. Een heerlijk weertje voor, ja. Heerlijk. Goed idee. Oh, iets lekkers voor de barbecue. Oh, top. Nou heb ik een beetje mijn handen vol. Oh ja, je hebt je handen vol, joh. Ja, ja. Kijk eens, vriend. Pak hem maar, vriend. Oeh. Goed zo. Nou, het was een tuin waarin je rechtstreeks de sloot in kon lopen. Eigenlijk was het geen tuin. En dat hebben ze zo mooi opgelost. Het is veilig en het is super sfeervol. Dus ja, we zijn echt super blij mee. Alsjeblieft. Lekker, dankjewel. Gezelligheid in de tuin, jongens, nu al, hè? Ja, zo, dus, nog een en dan staan wij hier nu zo. Dat is toch fantastisch.